Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, Vierhaven, Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vanmiddag bespreken we van de datums van hoofdstuk 2, som 7, som 3 en som 6. Dus laten we maar snel gaan kijken naar het bord. Goed, nou laten we beginnen met som 3 gewoon. Ze hebben een of andere figuur in het boek staan, waarin ze een toenamediagram hebben getekend van de temperatuur. Met stapjes van 2, pagina 106. Pagina 106 van het boek, dan kan je het ook zien. En ze zeggen, bij temperatuur verlopen dag in oktober om 8 uur 's ochtends, s morgens was het 10 graden Celsius. Oké, nou wat ik zou doen, hè, de algemene oplossing is eventjes een tabelletje maken en de informatie uit het plaatje omzetten in een tabelletje. Dus wat ik heb is de tijd. En de tijd loopt van 0 naar 24 in stapjes van 2. Dus 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Hè? En de temperatuur wil je dan graag weten. Maar daar is bijna niks van gegeven, die weten we niet. Maar de delta T, daar weten we wel wat van, die kunnen we aflezen. De eerste delta T weet je nooit. De tweede delta T is min 2. De volgende is min 3. De volgende is min 1. En de volgende is 2. En 3 en 4. En dan gaat hij weer naar 2 en 2. En dan min 1, min 2, min 3. He, dus als je afvraagt waar ik deze getallen vandaan heb, die heb ik gewoon afgelezen uit figuur 2.61 van het boek. En dan zeggen ze ook, om 8 uur 's morgens was het 10 graden Celsius. Dus op dit moment was het 10 graden. Dat is hier. En dan vragen ze, ja, maar hoe warm was het dan om 16 uur 's middags en om 4 uur? Nou, ik ga gewoon alle getallen even uitrekenen, want dat heb ik nodig voor vraag C. Je moet realiseren dat dit getal, die 3, is het verschil tussen die en die. Dus ik heb die, er komt 3 bij, wat heb ik dan? 13. Dus op deze manier kan je vooruit rekenen. Je telt gewoon steeds die volgende erbij op. Dus 13, 17, 19, 21, 20, 18, 15... En 13. Zie je wat ik heb gedaan? Ik heb steeds die verandering erbij geteld. Maar die hoort bij die 2. Terug is iets moeilijker. Iets plus 2 is 10. Wat is iets? 8. Oké, iets min 1 is 8. 9. Iets min 3 is 9. 12. Iets min 2 is 12. 10. Nou, nu hebben we ze allemaal. Dus nu kunnen we zeggen bij som A, om 16 uur was het 21 graden Celsius. Hè? En om 4 uur 's ochtends aflezen 9 graden. Ja? Dus door gebruik te maken van die veranderingen die je kan aflezen, kan je gewoon, en je weet één getal, die 10 was gegeven, op basis van die 10 en deze veranderingen, kun je al die andere getallen uitrekenen. Dat willen ze graag dat je doet. Helder? Ja? Oké, bij B. Teken een toenamediagram op 0 tot 24 met stapgrootte van 4 uur. Niet een beetje gemeen, maar op zich valt het wel mee. Daar heb je deze tabel voor nodig. En om doordat ik hem op deze manier heb aangepakt, is die extra makkelijk. Maar ik wil ook nog even zeggen wat de andere manier is waarop je hem zou kunnen doen. Dus we zijn nu alleen geïnteresseerd in de stapjes van 4. Dus 0, 4, 8, 12, 16, 20 en 24. Ja, en die waarde voor T die heb ik allemaal al. Dus dit is 10, dit is 9, ik schrijf ze over, hè. Dit is weer 10.
dit is geen 10. Dit is 14, toch? 14 min 2 is 12. Femme zegt van, wat is dit nou weer voor verwarrende onzin? Nou, of wat wilde je uitdrukken? Oh, oké. Dit moet 14 zijn. Want 14 min 2 is 12, 12 min 3 is 9, en 9 min 1 is 8, en 8 plus 2 is 10. Op die manier loop je door dat ding. Dus dit is 14. Oké. Gelukkig heb ik een borstel. Oké, bij 12 lees je af 17. Bij 16 lees je af 21. Bij 20 lees je af 18. En bij 24 lees je af 13. Dus je kan nu al die veranderingen gewoon opschrijven. Van 14 naar 9 is min 5. Van 9 naar 10 is 1. Van 10 naar 17 is 7. Van 17 naar 21 is 4. Van 21 naar 18 is min 3. En van 18 naar 13 is min 5. En dan moet je toenamediagram tekenen. Dus nu moet je die x-as, de getalletjes van 0 tot 24 schrijven in stapjes van 4. Zo. En op de y-as moet je die veranderingen gaan tekenen. En de grootste verandering is 7 en de kleinste verandering is min 5. Dus laten we zeggen dat dit 7 is en dit min 5. Nou, en dan moet je lollipops tekenen. Dus bij 0 weet je het niet. Bij 4 teken je er eentje met een lengte van min 5. Zo. Bij 8 teken je er eentje met een lengte van 1. Bij 12 teken je er eentje met een lengte van 7. Bij 16 teken je er eentje met een lengte van 4. Je moet het natuurlijk netjes doen, hè, dat dit precies 4 is en dat precies 7 is. Maar ik heb geen ruitjes, dus dat moet u zelf maar doen. Bij 20 is het min 3. Dus hier ergens, min 3. En bij 24 is het min 5. Nou, en dit is dan het toenamediagram van dit ding met stapjes van 4. Ja? Als je dingen raar vindt of niet snapt of zo, mag je het vragen, hè? Oké. Nou, dan gaan we naar C. Bij C zeggen ze, teken een mogelijke grafiek van het temperatuurverloop. Ja, ik heb hier al die waardes. Dus hier kan ik een grafiek van proberen te tekenen natuurlijk. Dus dit is mijn tijdas. Die is onderverdeeld in stapjes van 2. Zo, dit is 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nee, dat gaat niet helemaal goed. Ik maak hem gewoon nog wat langer. Zo. Oké, hoeveel heb ik er dan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, dat klopt. Oké. Dit is 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 en 24. En hier mijn y-as, dan moeten die temperaturen op. Maar die kan ik hier aflezen. Dus het hoogste is 21 en het laagste is 8 volgens mij. Dus dan doe ik hier gewoon 10 en hier 20. Nou, bij 0 was het 14. Bij 2 was het 12. Bij 4 was het 9. Bij 6 was het 8. Bij 8 is het 10. Dan gaat het weer omhoog. Bij 10 is het 13. Bij 12 is het 17. Bij 14 is het 19. Ja. Bij 16 is het 21, dus boven de 20. Bij 18 is het weer 20. Bij 20 is het 18. Bij 22 is het 15, dus precies op de helft tussen 10 en 20. En bij 24 is het 13, dus nog iets lager. Dus dan kan je zeggen van nou, een mogelijke grafiek is dit. Zoiets. Hij moet wel netjes door die punten gaan natuurlijk. Dus ik zal de punten hier even iets groter maken. Dan gaat hij netjes door de punten. Oké, maar je kan ook een andere mogelijke grafiek tekenen. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat het dit gebeurt. Zolang die maar door die punten gaat. Dit is natuurlijk niet super realistisch als het gaat om temperatuur. Maar je kan niet
uit het toenamediagram concluderen dat hij niet dit doet. Want dat toenamediagram is hetzelfde als hij maar netjes door al die punten gaat. Dus er zijn heel veel grafieken die netjes door die punten gaan. En je moet één zo'n grafiek tekenen. En ik adviseer je om gewoon een mooie vloeiende kromme te tekenen. Dit is gewoon een raar voorbeeld van mij om te laten zien dat het ook anders kan. Maar dat hoef je niet te doen. Is dit helder? Oké. Nou, ik zou nog iets zeggen over die B, hè. Want die B-som was erg makkelijk voor mij, omdat ik al die hele tabel had gemaakt hier. Dus ik kon gewoon die waardes overnemen. Maar als je nou die waardes niet hebt, kun je toch beredeneren dat dit min 5 is. En dat kan je zien omdat deze twee dingen samen min 5 zijn. Als je van 0 naar 4 gaat, gaat er eerst 2 vanaf en dan 3 vanaf. Samen gaat er 5 vanaf. En op dezelfde manier deze, die 1, die hangt samen met een afname van 1 en een toename van 2. Min 1 plus 2 is deze 1. En dat verband geldt voor allemaal. Dus zo had je... Sorry? In principe kan alles op de toets komen. Maar kijk, je moet bij wiskunde B vooral ook goed je hersenen gebruiken. Dus er kunnen altijd dingen komen die niet letterlijk behandeld zijn, waar je dan zelf over moet nadenken. Kunnen we niks aan doen. Dat was som 3. Gaan we naar som 6, volgens mij. Som 6. Daar staat... Oh, even met wit... Soms is. Gegevens de functie fx is gelijk aan min 1,5 x kwadraat plus 5x plus 4. En ze zeggen bereken de differentiequotient van die fx op het interval van min 2 tot 3. Oké, nou ik ga hem even tekenen op de rekenmachine. Min 1,5 x kwadraat plus 5x plus 4. En dan op het standaard window ziet hij er dan een beetje mooi uit. Ja, dus dat ga ik gewoon gebruiken. Dus ik ga opschrijven dat ik hem in mijn rekenmachine heb ingevuld. Ik ga zeggen i1 is min 1,5 x kwadraat plus 5x plus 4. En de reden dat ik mijn rekenmachine wil gebruiken, is dat ik dan heel makkelijk die waardes kan uitrekenen bij min 2 en 3. Dan zeg ik gewoon, als x is min 2, dan is y gelijk aan f van min 2. Maar f van min 2 kan ik uitrekenen met trace. Dus ik doe trace. Dan druk dit knopje en dan gebeurt er niks, lijkt het. En dan toets je gewoon in min 2. Dan krijg je onder in beeld hier die min 2. Dan druk ik op enter en dan krijg je, oh, i is min 12. Dus dan hoef je niet moeilijk te doen met min 2 invullen in die formule. Dan geeft die rekenmachine dat gewoon cadeau. Nou, je moet het bij min 2 doen en bij 3. Dus dan doen we het ook bij 3. Dan zeg je i is f van 3. En dan vullen we 3 in. Trace, 3 invullen, enter, geeft 5,5. Nou, het differentiequotient is altijd het verschil van de i'en gedeeld door het verschil van de x'en. De i gaat van daar naar daar. Dus het verschil is 5,5 min min 12. Die twee min elkaar. Gedeeld door het verschil van de x'en. 3 min min 2. Nou, 5,5 min min 12 is 17,5. En 3 min min 2 is 5. Dus ik moet uitrekenen 17,5 gedeeld door 5. En dat is, oeps, twee deelstrepen werkt niet. En dat is 3,5. Dus het differentiequotient van deze functie op het interval van min 2 tot 3 is 3,5. En dat is tevens de richtingscoëfficiënt van die lijn. Hè. Dus even nog de meetkundige interpretatie. Dit is de grafiek. Die min 2 zit hier ergens, x is min 2. Die 3 zit hier ergens, even kijken bij 3. Oh. 3. Hier ergens juist. Oké. Dan is de richtingscoëfficiënt van deze lijn, dat is ook dat differentiecoëfficiënt. De lijn door die twee punten. Die twee punten, dat zijn de punten min 2, min 12 en 3, 5,5. Oké. Is dit te volgen? Oké. Nou, dat is 6. Dus gewoon een differentiequotientje berekenen was een vrij simpele som. En bij som 7 zeggen ze van ja, gegeven is de formule s is min 1 plus de wortel van 4t plus 1. S is de afgelegde weg in meter naar t seconde. Benader in meter per seconde de snelheid op t is 5.
Neem delta t is 0,01 rond af of 2 decimalen. Oké. Eventjes ruimte maken. Ga even een schetsje maken. Kleuren hem in de rekenmachine. En dat schrijven we ook op. I1 is min 1 plus de wortel van 4x plus 1. In je rekenmachine taal, hè? Want een t heb je niet op je rekenmachine op die manier. Dus min 1 plus de wortel van 4x plus 1. Oké, schetsje maken. Ziet er zo uit. Prachtige functie. En hij doet het alleen maar als x positief is, dus eigenlijk is het gewoon deze functie. Hij begint ietsje lager, maar dat maakt niet uit. En ze willen de snelheid op tijdstip 5. Dus eventjes kijken waar 5 ligt. Trace 5, hier ergens. 5, de vraag is wat is hier de snelheid? Nou, er zijn meerdere methodes voor. De methode van paragraaf 2.2 en de methode van paragraaf 2.3. En de methode van paragraaf 2 is, maak een differentiequotient. Op het interval van 5 tot 5,01. Want als ik zo'n heel klein intervalletje neem, hè, dan, en ik teken die lijn, dan is het net alsof dat een raaklijn is aan dit punt. Dus je kiest een heel klein interval voor je differentiequotient en dan zeg je de uitkomst van dat differentiequotient, dat is ongeveer de richtingscoëfficiënt van de raaklijn. En de richtingscoëfficiënt van de raaklijn is de snelheid. Dus ik wil de boel berekenen bij t is 5 en bij t is 5,01. Oké, nou, dan gebruik ik mijn rekenmachine en dan doe ik het weer met trace. Ik heb hem erin staan. Dus nou, bij 5 is het antwoord 3,5827. Ik doe maar veel decimalen, want het verschil tussen deze twee zou best wel heel klein kunnen zijn. Dan heb je veel decimalen nodig. Dus ook nog een keer trace, 5,01. Dan komt er een iets groter getalletje uit. 3,586938. En dan moet ik dus nu die 3,582 min de 3,586 doen. En delen door het verschil van de t'en. Maar het verschil van de t'en, dat is gewoon ja, de hoeveelheid waar ik mee opgeschoven ben. Dus gewoon die 0,01. Dus, komt-ie. Ik doe 3,586938 min 3,582557. En dat deel ik door 0,01. En dan kom ik uit op 0,436. Hoeveel decimalen moest het? 2 decimalen. Oké, 0,44. Meter per seconde. Dus de berekening is eigenlijk hetzelfde als wat ik hier heb gedaan. Differentiequotientje berekenen. Ja, de twee waarden voor x invullen, uitkomsten berekenen en dan verschillen door elkaar delen. Maar nu heb ik het interval zo gekozen dat dit een indicatie geeft van de snelheid op dit moment. Helder? Oké. Nou, je rekenmachine kan dit ook. Jouw rekenmachine heeft een knopje DIDX. En dat gaan we volgende les doen bij raaklijnen. Je kunt namelijk gewoon doen second trace. En dan hebben we hier de optie DIDX. En als je dan 5 invult, dan geeft hij als DIDX hier ook die 0,44. Zie je dat? Dus jouw rekenmachine die kan deze die berekening een beetje nadoen. En in plaats van dat je het dan zelf helemaal moet lopen uitrekenen, kan je rekenmachine het gewoon. Dus als dit op de toets wordt gevraagd, en dan moet je wel echt een differentiequotient doen, omdat er een delta t is 0,01 bij staat. Maar in het echte leven gebruik je nooit die 0,01, maar gebruik je altijd gewoon je rekenmachine met DIDX. Oké, nou dit zijn de vragen die ik had beloofd dat ik zou doen. We hebben nog een kwartiertje, dus zijn er nog andere leuke vragen over het hoofdstuk of iets wat je nog een keertje wil zien? Dus dat is niet alleen voor jullie natuurlijk, maar ook voor de mensen thuis die aan het kijken zijn naar de opname. Wat hebben jullie nog iets leuks? Eigenlijk moet ik even mijn
pauzemuziekje aanzetten. Maar dat heb ik hier volgens mij niet opstaan. Nee. Heb je iets? Ja. Ja. Met die oh, ja. Dat is een leuk onderwerp. Dat komt natuurlijk nog in de day-to's. Maar heb je een specifieke vraag? Of wil je wat theorie? Oké. Herlinggrafiek schetsen. Dat is een heel leuk onderwerp. Veel aandacht aan besteed met mijn klas. Oké, herlinggrafiek schetsen. Als je herlinggrafiek moet schetsen, dan moet je dus een oorspronkelijke grafiek hebben. Dus ik verzin even een oorspronkelijke grafiek. Dit is gewoon een assenstelseltje met x en y. En dan hebben we hier zo een prachtige grafiek. Ja? En dan zeggen ze, schets hier de herlinggrafiek van. Oké. Nou, de herlinggrafiek die schets je er altijd recht onder. En je moet kijken naar de punten waarvan je de helling weet. Nou, iemand uit mijn klas. Van welke punten weten we de helling? De toppen. De toppen, ja, heel goed. Dus, kijk, in dit punt heb ik een horizontale raaklijn. Want ik heb daar een top. Dus die raaklijn loopt horizontaal. Dus de helling is hier 0. En hier in deze top is de helling ook 0. Dus dat betekent dat als ik die hellinggrafiek ga tekenen, dat ik zeker weet dat die hier 0 is. En dat die hier ook 0 is. Toch? Hoezo is die 0 als die onder de x-as zit? Omdat de helling is hier 0. Als ik hier een raaklijn teken, loopt die plat. Dus ik ben alleen maar, ik ben niet geïnteresseerd in de y-waarde. Ik ben geïnteresseerd in de helling. Ja? Ben je met me eens dat hier en hier de helling 0 is? Ja. Oké. Nou, wat is de helling voor dit punt? Dus wat is hier de helling? Is die positief of negatief? Deze grafiek stijgt. En als de grafiek stijgt, hè, kijk bijvoorbeeld maar naar deze raaklijn. Deze raaklijn. Die heeft een positieve helling. Toch? Dus hier is de helling positief. Hier is de helling negatief. Is er iets wat ik mis? Ik denk dat ze dat niet zo bedoelen, want ik ken mevrouw Popma heel goed en die kan altijd alles heel goed uitleggen, dat weet ik. Ja, dus, maar hier heb je inderdaad negatief en hier is het weer positief. Dus, en nou moet je het ding gaan tekenen en dat is voor sommige mensen lastig. En ik heb van mijn klas geleerd om het als volgt te vertellen. Kijk, hier wil ik dat ding positief is en hier wil ik dat hij negatief is. Dus ik weet zeker dat hij zoiets doet, want anders is hij hier niet positief en daar niet negatief. En deze is hier negatief en daar positief, dus dan weet ik zeker dat hij zoiets doet. Nou, dan moet je het gewoon aan elkaar vastmaken. Dus dan zeg je van, nou weet je, dit is de herlinggrafiek. Mooi, hè? Ja. Oké, nou, maar wat dan nog veel leuker is, dit kan ook andersom. Ze kunnen ook zeggen, ik heb een herlinggrafiek en jij moet zeggen wat de oorspronkelijke grafiek is. Dat gaan we nu doen. Dus hier is een herlinggrafiek. Zo. Dus helling. En dan hier maken we dan de oorspronkelijke grafiek. Dus doen we het andersom. We gingen net van daar naar daar, maar nu gaan we juist van daar naar daar. Oké. En je hebt gezien, van de oorspronkelijke grafiek zijn de toppen de belangrijke punten. En van de hellinggrafiek zijn de punten waar die door 0 gaat, de belangrijke punten. Dus hier zijn de belangrijke punten die en die. Daar gebeurt wat. Hier gaat de helling van min naar plus. Hier gaat de helling van plus naar min. En hier gaat de helling van min naar plus. Maar als de helling van min naar plus gaat, dus de helling gaat eerst dalen en dan weer stijgen. Wat voor ding heb je dan? Een dal. Dus dat betekent dat bij deze waarde voor x, even kijken of ik de goede kleur heb, ja. Bij deze waarde van x heb ik een dal. Ik weet niet precies hoe hoog het zit, maar het zit in ieder geval lager dan de top. Een top heb ik nog niet getekend. Bij deze waarde voor x, wat heb ik bij deze waarde van x? Ik ga van stijgen naar dalen. Een berg. Dus ik heb een berg. Oké. En wat heb ik bij deze waarde voor x? Ik ga van dalen naar stijgen, een dal. Nou, dat maak ik aan elkaar vast. Huppakee, een beetje mooi, vloeiende krommen zo. Lalala. Bam! Dat is de oorspronkelijke grafiek. Mooi, hè? Oké.
Goed, nou, nog andere vragen. Dit is jullie kans. Als ik nu antwoord geef, kan je het altijd nog terugkijken. We kunnen gewoon nog even wat differentiëren. Dus hebben jullie al gedifferentieerd met mevrouw Poppen? We hebben 2.3 over geslapen. Dus dat... 2.3, dat is... Die raaklijn. Ja, nee, dat differentiëren, dat is paragraaf 5. En jullie met 7-4. Oh, oké. Nou, dan moeten jullie nog wat hard doorwerken. Maar dat komt wel goed. Voor de volgende steunles heb je dat in ieder geval dan wel gehad. Oké. Nou, zal ik dan maar gaan afsluiten met de opname? Ja. Oké, dan gaan we kijken of dat lukt. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zo. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.